Hallo en welkom bij Vitesse Dichtbij. Pech voor Vitesse afgelopen zaterdag in Gelredoom na het gelijkspel tegen Heerenveen. Dat is ongelooflijk zuur en het geluk zit ons ook vaak niet mee. Met Stanley Menzo namen we na het weekend de kranten door. Veel blije gezichtjes tijdens de 11e Vitesse Kidsclubdag. Vorige week werd die gehouden en het was wederom een groot succes. Verder blikken we met Guram Kasia vooruit op de lastige uitwedstrijd tegen AZ. Maar we beginnen met het laatste Vitesse nieuws. Het Poolse avontuur van trainer Theo Bos is van korte duur geweest. Polonia Warschau maakte maandag bekend dat de oud-Vitesse trainer is ontslagen vanwege de slechte resultaten in de competitie. Bos was pas 2 maanden in dienst. Ook assistent Mark van Hintum is aan de kant gezet. Vitesse is erin geslaagd Schutte Informatisering voor 3,5 jaar aan zich te binden als zogenaamde partnersponsor. Het partnerschap bestaat op dit moment uit het onderhoud en beheer van alle ICT-gerelateerde zaken op de locaties Gelredome en Papendal. Nou, de samenwerking die we met elkaar zijn aangegaan heeft te maken met onder andere de automatisering, het meedenken in de automatisering wat wij voor Vitesse doen. Wij willen graag in de provincie Gelderland, rondom Arnhem, Nijmegen, die kant op, willen we wat meer voet aan de grond krijgen. Tot nu toe was Noordoost-Nederland onze focus. Vitesse heeft mooie ideeën. Die wil ook hoger op in de eredivisie. En gezamenlijk denken wij daar een hele mooie stap in te kunnen zetten. De wedstrijd tussen Vitesse en Heerenveen stond in het teken van moed. Moed is onderdeel van de landelijke stichting tegen zinloos geweld. Moed streeft onder andere naar een samenleving waarin iedereen zich bewust is van de oorzaken en gevolgen van pesten en geweld. Ze waren speciaal overgekomen uit Barcelona. Deze fans van Martí Rivarola. En hij kwam voor deze wedstrijd speciaal over uit Heerenveen. Trainer Ron Jans. In zijn basiselftal had hij ook dit keer weer plek voor oud-Vitessenaar Kelvin Jongapin. De linksback speelde vorig seizoen in het geel-zwart en was voor even terug in Gelredome. Ja, dat is wel een grappig gevoel. Ondanks dat de club heel erg is veranderd, zijn het toch wel bekende gezichten. Waaronder jij, dus het is altijd wel leuk om te zien. Dat Jongapin de hele competitie al een basisplaats heeft, mag misschien wel verrassend worden genoemd. Aan het begin van het seizoen mocht de verdediger namelijk nog vertrekken bij de Vriezen. Ja, het kan raar lopen in de voetballerij. Hè. Ik kwam terug bij Heerenveen en was eigenlijk niet meer welkom. En ik besloot om mee te gaan trainen, de voorbereiding te doen en dan zou ik wel zien waar het schip zal stranden. De bedoeling was om fit te worden en dan naar een andere club te verkassen. Maar op een gegeven moment zei de trainer van mij tegen mij, je mag niet meer weg. Je doet goed, dus je moet blijven. En tot nu toe heb ik elke wedstrijd gespeeld. Albert Capellas begroette zijn landgenoten voordat de wedstrijd begon. De Spaanse fans hadden geluk, want zowel Jordi Lopez als Martí Rivarola stonden aan de aftrap. Het is voor beide Catalanen alweer hun 8e competitiewedstrijd in het Vitesse-shirt. Wat verder opviel was dat de ploeg van Albert Ferrer met rouwbanden speelde. Dat deden de Arnhemmers uit respect voor Michi Yasuda, de Japanse verdediger van Vitesse. Zijn land is zwaar getroffen door een aardbeving en een tsunami. De eerste kans van de avond was voor de bezoekers uit Friesland. Grindheim vraagt om de bal, staat ook helemaal vrij. Hier is Vajrine, daar is Grindheim. Goed terug, Vajrine, goed doorgelopen en dat had al de 0-1 moeten zijn. Hij zat hij. Dit is allemaal prima gespeeld en dat levert de kans en nog een moeizame redding op voor Kevin Stoer-Ellegaard. Matic. Hij draagt mogelijkheid voor Vitesse. Aan de andere kant vraagt Buettner om de bal. Heeft Aissati dat gezien? Ja, daar is Buettner. En het schot voorlangs. Voorzet Yasuda is goed en helemaal vrij. Wat slecht gedekt en wat een mooie voorzet en een mooi doelpunt. Rivarola scoort. Ja, what happened after 43 minutes? The goal. It's my first goal here. Ik had a lot of chances before, but today is the first goal. I'm happy for this. Na de rust krijgt Vitesse een vrije trap. Die wordt genomen door Alexander Buettner. Buettner, indraaiend. Dat is normaal gesproken wat dreigender dan wegdraaiend van het doel. Zo ook nu. Pure pech voor Vitesse, voor Buettner.
En Heerenveen ontsnapt aan de 2-0 achterstand. De ruimte weggegeven achterin. Moet dan worden benut door Aissati. Dit is een hele goede paas naar Van Ginkel. En dat moet 2-0 zijn. Dat is geen 2-0. Vitesse weet de kansen niet te benutten. Vlak voor tijd is het aan de andere kant wel raak. Jan Maat. Greenheim terug op Jan Maat, natuurlijk. En maar eens schieten. Jan Maat doet het. Daar is het doelpunt dat Heerenveen toekomt. Aissati krijgt in de blessuretijd nog een kans op de winnende goal. Maar de bal wordt gered door de doelman van Heerenveen. Wel nog een corner voor Vitesse. Maar ook deze knal van Prupper wordt gered door de keeper. En zo delen beide ploegen de punten. En daar is Aissati niet blij mee. Nee, helemaal niet. Als je ziet wanneer we het weggeven, ja. Het is ongelooflijk zuur. En ja, het geluk zit ons ook vaak niet mee. Als je dan, zoals in de rust, zit je bij elkaar met de 1-0 voorsprong. Wordt er dan ook met elkaar afgesproken van ja, we houden die 1-0 vast of we gaan voor de 2-0? Of ja, wat wordt er dan tegen elkaar gezegd? Nee, de trainer had aangegeven dat we gewoon rustig moesten afwachten en Heerenveen laten komen. En dat wij toeslaan in de counter. En, ja, maar Heerenveen die kan fantastisch voetballen, dat zag je ook. En toen hun op een gegeven moment pressing gingen spelen, ja, kwamen we onder druk te staan. En, ja, dan zie je wel dat na de 1-1 dat we weer de Vitesse zijn die iedereen kent. So Matic, we are 10 minutes now after the match. With which feeling you are standing here? Well, we are a little bit angry because lose 2 points in the last 5 minutes. It's a bad thing for us. But well, we did a great match, so I'm happy for this. Yeah, what went wrong? Well, the concentration, maybe in the last 20 minutes, they had a lot of chance. But I repeat, all the match was good. But if you do some mistakes, you will pay for this. Na het weekend namen we met assistent-trainer Stanley Menzo de kranten door en bespraken we onder andere het 1-1 gelijkspel tegen Heerenveen. Stanley zat in de krant, Vitesse die wint zieltjes terug vanwege de goede wedstrijd tegen Heerenveen. Zie jij dat ook zo, dat ze supporters hebben teruggewonnen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de supporters wel hebben genoten, vooral van de inzet. En bij Vlago van het spel van Vitesse afgelopen week. Dus wat dat betreft hebben we goede zaken gedaan. Alleen, we hadden betere zaken gedaan als we de 3 punten thuis hadden gehouden. Ja, hoe groot was die teleurstelling? Ja, die was groot. Tenminste bij mij en ik denk ook bij de spelers. Ja, als je 3 minuten voor tijd eigenlijk de gelijkmaker tegen krijgt. Terwijl je daarvoor zelf de wedstrijd al op slot kan gooien. Ik denk dat Heerenveen eigenlijk de eerste helft misschien wel aardig overwicht had. Maar erin maar 1 kans heeft gekregen. Ja, wij krijgen ook misschien 1 of 2 kansen en we maken er 1. Ja, de tweede helft moet je eigenlijk, vind ik beter. Ja, op het middenveld staat het wat beter. En dan moet je eigenlijk zo'n wedstrijd op slot gooien, want echt een grote kans hebben ze niet gekregen in de tweede helft. Ja, ontbreekt het dan aan geluk? Is dat het probleem afgelopen weekend? Ja, geluk. Ja, je moet een beetje goochemerd zijn. Hè? Goochemerd zijn. Je weet dat zij meer ruimte weg gaan geven. En dat zij met veel meer mensen voor de bal gaan spelen. Dus je moet eigenlijk alle ruimtes dicht maken, dicht houden. En zelf zorgen als je de bal verovert dat je in de omschakeling gewoon dodelijk bent. Maar dat is een paar keer is die omschakeling goed geweest. Alleen het eindresultaat niet. Hè? Geen goals gevallen. Nee, nu staat er ook in de krant 7 wedstrijden voor het einde. 7 punten boven de na-competitiestreep. Is dat voldoende? Nee, in mijn ogen nog niet. We hebben er nog. Er zijn nog 21 punten te verdelen. We hebben nog wel een paar nodig, vind ik hoor. Een stuk of 5 minimaal. Er staat ook een artikeltje in over Martin Rivarola, doelpunt te maken. Hij zegt dat ik wil volgend jaar graag ook bij Vitesse spelen. Vind jij hem een typische Vitesse speler? Ja, ik vind wel een voetballer met een jonge voetballer, een jeugdige voetballer. Die wel past bij Vitesse, ja. Je kan hem in het rijtje eigenlijk, Marco van Ginkel en David Prupper kan je hem scharen. Een jongen met veel potentie. Nou ja, oké. Het is aan de club, het is aan hem wat ze ermee doen. Ja, Vitesse speelde met rouwbanden om afgelopen zaterdag. Wiens idee was dat?
Maar ik heb zelf in de krant gelezen dat het een statisch idee was om hard onder de riem te steken voor Yasuda. Maar dat weet ik eigenlijk niet precies. Dat heb ik niet meegekregen. Merk je dat hij daaronder leidt of niet? Nee, dat niet. Nee, dat niet. We hebben hem gevraagd of zijn familie oké is, vrienden, kennissen. Volgens mij is iedereen oké. Dus. Maar ik denk dat je als er iets in je land gebeurt van zo'n omvang, dat het wel iets doet. Maar hij heeft zich perfect staande gehouden in de wedstrijd. Misschien de eerste 10, 15 minuten dat hij hier wat zoekende was tegen een lastige tegenstander. Maar daarna heeft hij zich echt voortreffelijk gespeeld. En dan is het toch wel knap dat iemand toch die knop om kan zetten. Vitesse supportertjes waren vorige week op de Kidsclubdag afgekomen. Het evenement werd weer gehouden in Gelredom en was wederom een doorslaand succes. Maar wat vonden ze nou het leukste om te doen? Nou, om leuke spelletjes te doen. Wat heb jij tot nu toe allemaal gedaan? Ja, wat gegeten, de spelers gezien en ja, gewoon gegeten en gevoetbald. Wat vond je nou het allerleukste vandaag? Dat ik 2 keer, 3 keer heb gekort. En jij? Ik vond de lekkere snoep het leukste. Ja, houdt over lekker eten jij, hè? Ja. Een van de hoogtepunten was de spelerspresentatie. Eén voor één werden de spelers naar voren geroepen en toegejuicht door de jonge fans. En tot slot moesten natuurlijk alle handtekeningen worden verzameld. Heb je geen blaadje? Nee. Dacht je, doe alles maar om mijn arm? Ja. Heb je iedereen al of nog niet? Nee, van Rome. En voor de rest ben ik eigenlijk niet. Wat heb je een mooi shirt aan, joh. Dankjewel. Heb je die speciaal aangetrokken voor Rivarola? Nee. Is dit also normal in Spain, this kids club day? No, not too much, but here it's incredible. It's nice things to be with the kids, and I enjoy it here. Oh, I think so. I like these things because I think it's good for the club. It's good for the city. It's good for the fans. It's very 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 nice. I heard you was ill today, but you're still here. Yeah, of course, because I know this is very important for the children. So young and I'm actually ill from Sunday, but I said I'm gonna come this day just to make happy the children. Ondanks de 14e, 15e plaats toch flinke aanloop. Ja. Maak de kinderen niet zo blij, denk ik. In Hagen als je 7e staat volgend jaar. Kijk, dat is helemaal druk. Moeten we een andere locatie zoeken, denk ik. Aankomende vrijdag staat speelronde 28 op de agenda. En dan ontmoeten Vitesse en AZ elkaar in Alkmaar. Een lastige opgave voor de Arnhemmers.
want de ploeg van Gert-Jan Verbeek staat op een vierde plaats op de ranglijst. Sunset is a good team, have a good players, especially play at home very well. So, but we got nothing to lose in this game. Anyway, we will try to take this game 3 points. So they have a very good striker, a young guy from Iceland. You know him? Yeah, I saw the game against Twente. Yeah, it was really good. So we must do all the best and put everything in this game. So God help us. Guram Kasia is bezig aan een reeks goede wedstrijden voor Vitesse. Na de winterstop staat hij stevast met Rajkovic in het centrum van de defensie. En dat is nou net zijn favoriete positie. Yes, central back is my position, not in right back. But I feel the better in the center. So it's good for me. If coach send me in right back, left back, I try to play which he want. Which side he want. Kasia speelt nu enkele maanden in Arnhem en de Georgische verdediger heeft het erg naar zijn zin bij Vitesse. Yes, it's good. I'm happy really. A little bit disappointed about the games. We are not good in the table, so in this moment, I hope so in the next season it was better. Last week you had an injury at your knee. How is it with that? Now it's okay. I feel a little bit pain, so but I can't play and I can't training. Vitesse won de afgelopen twee jaargangen van AZ in Alkmaar. Beide keren werd het 2-1. Vorig seizoen kwamen de Arnhemmers nog wel op achterstand. Maar door doelpunten van Nielsson en Stefanovic werd het uiteindelijk 2-1. Moeilijk hoek. Maar wel een raak. Dan komen we van Nielsson. Dag. Stefanovic. Het is weer een voorsprong voor Vitesse. Dit was Vitesse dichtbij. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.